Gouda vierde in 2022 750 jaar stadsrechten. Stadsrechten die graaf Floris V in het jaar 1272 verleende dankzij de strategische ligging tussen de rivieren de Hollandse IJssel en de Gouwe, waardoor bloeiende handel in Gouda tot stand kwam. Deze belangrijke vaarroute werd gebruikt voor handel tussen Vlaanderen en Frankrijk met Holland en het Oostzeegebied. Met de 200 bierbrouwerijen die Gouda destijds rijk was, werd er onder andere veel bier verhandeld en massaal vervoerd door de binnenschepen die Gouda aandeden als doorvoerhaven. In 1929 duurde het soms wel 30 uur voordat een schip de stad via het centrum gepasseerd was. Er werd een nieuwe verbinding geprojecteerd die geschikt zou zijn voor schepen tot 2000 ton. Deze verbinding, de Julianusluis, zou de IJssel direct verbinden met de Gouwe, waardoor de binnenstad van Gouda ontzien werd. De Julianusluis werd in 1933 geopend. In 2014 werd de capaciteit van de Julianusluis verdubbeld. De IJssel-Gouwe vaarroute is nog steeds heel belangrijk voor de transport van onder andere bier, met de Julianusluis als belangrijk verbindingspunt. Wij namen een kijkje bij de sluis en vaarden mee met een containerschip naar Alphen. Als u de beelden ziet, dan vraagt u zich af van waar is dit? Ik word al nerveus van één scherm. Waar bevinden wij ons? Wie bent u? Ik ben Nathalie van Buren en we bevinden ons op de Julianusluis in Gouda. En wat doet u op de Julianusluis in Gouda? Wij schutten schepen in onze sluis. Wat houdt dat in? Schepen schudden? Schutten, ja. Schutten, sorry. Het schutten van schepen is eigenlijk van het ene vaarwater naar het andere vaarwater, waar er niveauverschil is. En tussen welke vaarwater spreken wij? Tussen de Gouwe en de IJssel. Ah, tussen de Gouwe en de IJssel. Gouda heeft hier zijn ontstaan, heeft hierdoor zijn stadsrechten gekregen en is een hele belangrijke schakel geworden tussen de binnenscheepvaart en de Julianusluis. Vanaf wanneer zijn die operationeel? De eerste Julianusluis vanaf 1933. En die is heel lang in zijn eentje geweest, totdat er in 2014 een tweede sluis bij kwam. Die ook wat groter was, zodat er grotere schepen doorheen konden. En ja, sindsdien schutten we met twee sluizen. En de tweede sluis, hoe groter konden de schepen zijn die hier doorheen konden? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik zal zo eens even kijken. Ik laat eerst even de slagboom op. Dat de mensen weer door kunnen rijden en fietsen lopen. Maar beste Nathalie, jij komt, als ik naar alle schermen kijk, kom je ogen tekort. Want het is niet alleen het schip wat de sluis ingaat, maar het is ook het verkeer wat voor de brug staat. Klopt. De voetgangers, de fietsers. Ja, en iedereen heeft altijd haast. En wat betekent dat als iedereen haast heeft? Nou, dat we het voor iedereen zo snel mogelijk doorvaart en doorrijden willen mogelijk maken. En willen de mensen wel eens doorrijden terwijl de slagboom naar beneden gaat? Ja, helaas wel. Dat is, mensen hebben niet in de gaten hoe gevaarlijk dat kan zijn. En ook hoe vervelend dat voor iedereen is. Het duurt langer om dan de slagbomen te laten sluiten. Hoeveel keer per dag gebeurt dat? Tientallen keren per dag. Is het wel eens tot een ongeluk gekomen? Dat kan tot ongelukken leiden. Er worden slagbomen uitgereden, waarbij mensen dus veel schade aan hun auto hebben. Het is ontzettend schrikken natuurlijk. En dat is dan nog alleen maar de blikschade. Realiseren de mensen zich hoe risicovol? Ik denk het niet, nee. Okay. Wat zou je de mensen als boodschap mee willen geven? Bij de Julianusluis zeker is het mogelijk om te rijden of wacht even. Geniet van het uitzicht op de sluis. Bomen naar beneden, niet doorrijden, stoppen. Het is korte tijd. Ja, zodra de lichten rood beginnen te knipperen en je rijdt of loopt door, kun je ook een boete krijgen in principe. Ik hoor hier een oproep. Dit schip is ergens anders op onze vaarweg, verderop op de Gouwe. Die is vanuit waarschijnlijk Rotterdam of Antwerpen gekomen via de IJssel. En die komt dan bij ons en nu is die alweer verder op weg naar. Maar als er een boot aankomt varen en die wil door de sluizen, dan meldt die boot zich dat hij eraan komt. Ja. En het is niet zo dat de sluizen op gezette tijden opengaan, gewoon op komst van een schip. Juist, ja. En nou is mijn vraag natuurlijk afroep. Op afroep. Ja. Okay, hoe vaak gebeurt dat? Best vaak, denk ik. Ja, heel vaak.
Het kan drukke tijden dat we constant bezig zijn met schutten. En 's morgens wat minder, dan kan er wel wat tijd tussen zitten. Is het 24/7 de bezetting hier? Ja, klopt. Dus door de week. Dat houdt ook in dat er 's nachts ook schepen door de sluizen gaan? Ja, van maandag ochtend 5 uur tot vrijdagavond 10:30 zijn we constant aanwezig om schepen te schutten. Zoeken jullie nog mensen om dit belangrijke werk te doen? Ja, zeker. Valt Julianensluis onder de provincie of is het rijkseigendom of is het gemeente-eigendom? De Julianensluis is van de provincie Zuid-Holland. Ik ben ook in dienst van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor komen de mensen van de Algerabrug, dat valt onder Rijkswaterstaat. Okay. Mensen kunnen ook nog afslaan de Goudenrakse Brug, die dan wel van de provincie Zuid-Holland is. Maar daarna komen ze in de stad Gouda. En die bruggen en sluizen worden bediend door de gemeente Gouda. En vanaf de Julianensluis tot aan voorbij Alfa aan de Rijn is het provincie Zuid-Holland die dus ze bedient. Dus eigenlijk, als je praat over een spin in een ambtelijk web, dan komt hier alles aan de orde: gemeente, provincie en rijksoverheid. Ja. De vaarweg wordt omschreven als een CEMT klasse 4 vaarweg. Ja, dat wil dan wat zeggen. Dan vraag ik meteen af, wat houdt dat in? Dat wil wat zeggen over de grootte van de schepen die hier mogen varen. De maximale afmetingen. En komen schepen daarboven, wat wel eens voorkomt. Bijvoorbeeld met de superjachten die onderweg zijn. Dan hebben ze een vergunning nodig. Nathalie, nog een vraag over als er een boot aankomt die door de sluis gaat. Hoe komt de melding bij jou binnen? Dat kan op 3 verschillende manieren. Ten eerste marifoon, daar gebruiken de beroepsschippers sowieso. Dat is voor ons ook het fijnste. En verder is er een meldpaal. Dit is de marifoon. Kijk. Juliana Sluis, goedemiddag. Goedemiddag. De beroepsmaat Anna, die wil graag naar binnen schudden. Anna, wordt voor u zo de stuurboordsluis? En hoe staat die erbij? Ja, ik ga hem houden. Die komt leeg om. Mooi, tot zo. En dan willen we, als er nog een plekje is aan de binnenkant, die gaat houden. Ja, en weet u wel wanneer u weer verder gaat? Ja, maandagavond om 6 uur. En als het verandert, dan bel ik u. Dank u wel, tot zo. Oké, als er dan zo'n aanvraag binnenkomt, zoals net, ja. Wat voor handelingen doe jij dan? Dan zetten we ten eerste de sluis klaar, zodat het waterniveau overeenkomt met de kant waar die in komt varen. En als dat is gebeurd, dan gaan we het verkeer regelen. We geven een voormelding voor het verkeer, zodat ze weten dat ze om kunnen rijden. Daarna gaan de slagbomen zakken. Dan gaat de brug op, de deuren open en kan het schip invaren. Nou, dan gebeurt alles natuurlijk in de omgekeerde volgorde. Brug dicht, deuren van de sluis dicht en de slagbomen weer op. En dan kan het verkeer ook weer aan die kant. En dan gaan we naar de andere kant. Gouda, dankzij het bestaan aan de gunstige ligging tussen de Gouwe en de IJssel, druk scheepvaartverkeer, wat in 1932 tot 36 met de bouw van de Julianensluizen alleen nog maar is verstevigd. En het is nog steeds een hele belangrijke vaarroute. Wij zijn nu te gast op binnenschip Forever. En we zitten bij schipper Jurjan Kroeze.
Jurjan, hartelijk dank voor je gastvrijheid en dat wij hier aan boord mogen zijn. Het is een waanzinnige ervaring. En gelijk bij de eerste vraag, als ik hier in de stuurhut zit en ik kijk naar voren, dan zie ik alleen maar containers. Hoe lang is dit schip? Dit schip is 90 meter lang en 10,5 meter breed. Is dat de maximale lengte die je hier in de Gouwen kan hebben? Ja, dit is de maximale afmetingen die een binnenvaartschip mag hebben om te varen op de Gouwen. Als ik dan kijk, dan zie ik alleen maar containers. Hoeveel containers staan er nu op het schip? We hebben nu 57 containers. Normaal gesproken nemen wij 52 grote containers volledig mee. Zijn ze gevuld of zijn ze leeg? Deze zijn leeg. We gaan altijd na Alfa toe met lege containers. En van de Alfa aan de Rijn gaan we altijd weer terug met volle containers. En de lading, varieert die of hebben jullie altijd een vaste lading? Wij hebben altijd een vaste lading. In zekere zin is dat de inhoud van de lading, gaan we vanuit, is altijd hetzelfde. Alleen het gewicht wat we altijd meenemen, dat verschilt in hoeverre we mee kunnen nemen. Ik hoor dat we op een diesel varen. Ja. Wat is het maximum laadvermogen van het schip? Wij kunnen 1500 ton meenemen. En hoeveel pk hebben dan de dieselmotoren? De dieselmotoren die hebben 600 pk de stuk. Wij hebben er twee. 1200 pk bij elkaar? Om en nabij 1200 pk. Dan toch een vraagje. Ik heb in de auto's gezeten. Dan hebben we het over het verbruik. Hoeveel diesel kan jij meenemen op zo'n schip? Ja, wij kunnen ongeveer 40.000 liter kunnen we gasolie meenemen. Zo. Maar dat doen wij in ieder geval een heel tijdje mee. Daar doen wij ongeveer een maand mee. Oh, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Dan zijn dit nog vrij zuinige motoren. Heel mooi, we zijn onderweg van Gouda naar Alfa. Dan komen we een paar bruggen tegen. Ja. Die bruggen, gaan die open als jullie er aankomen of zijn daar vaste openingstijden? Wij staan in verbinding met de brugmeesters. Die kunnen wij oproepen, de brug van tevoren. Dan wordt er gecommuniceerd is dat wij er aankomen. En op dat moment is dat er communicatie is dan zullen de brugwachters de brug openen. Okay. Als wij daar aankomen. Dus de brug gaat omhoog als jullie eraan komen. Het is niet zo dat er vaste tijden zijn, nee. Dat jullie op tijd moeten zijn dat de brug open gaat. Ja, nee. Wij roepen de brug op en de brug gaat open op ons verzoek. Als ik we varen al een stukje. We zitten nu op het stuk van Boskoop naar Alfa. En dan de boot is, hoe breed was de boot? 10,5 meter. Dan vraag ik me af, is het mogelijk om twee van dit soort schepen, als je tegenligger krijgt, naast elkaar te hebben? Ja. En dat ze elkaar zonder dat er een botsing is, passeren? Ja, ja. Het kanaal is net breed genoeg om twee schepen van 10,5 kwijt te kunnen. Het schip is eigenlijk zo breed omdat we te maken hebben met de sluizen en de breedtes van de bruggen waar we doorheen kunnen. En vandaar dat we de maximale maat hebben van 10,5. Oké. Wat is het grootste risico van het stuk van Gouda naar Alfa? Het is heel erg smal, krap, dus weinig marge voor fouten daarin. We zijn niet de enige op het kanaal, op het stukje Gouwen. Er varen jachten, andere vrachtschepen. En dat is eigenlijk het grootste gevaar, is dat we niet alleen zijn. Wat is het grootste risico wat je loopt? Zouden aanvaringen zijn. En dan vooral met? Met die jachten. Plezierjachten? Dat wil ik niet zeggen is dat die jachten daarin verkeerd zijn, maar we zijn vaak voor het plezier. Wij zijn daarin wat professioneler. Heb je enig idee hoeveel van dit soort containerschepen dagelijks door de sluizen, maar als ze door de sluizen komen van Julianensluizen, dan gaan ze ook naar Alfa. Dus het stuk zeg maar Alfa-Gouda, ja. Hoeveel boten er dagelijks doorheen varen? Heb je enig idee? Ik zou het niet durven zeggen. Er gaan niet alleen containerschepen gaan er doorheen, maar er gaan ook heel veel zand- en grindschepen doorheen. Zelfs tankers gaan er nog wel eens doorheen. Dus wij zijn zeker niet de enige.
Maar ik denk dat er gemiddeld een stuk of 30 vrachtschepen sowieso heen en weer al gaan. Hoe lang duurt het van Alphen, nee, van Gouda, waar wij nu vandaan komen, naar Alphen? Wij varen dan ongeveer 1,5 uur, 2 uur over. Dat afhankelijk van de bruggen natuurlijk. Maar 1,5, 2 uur zijn we daarmee bezig. Ik ben helemaal perplex. 2 uur, als ik in een auto stap van Gouda, dan zit ik bijna in Groningen. Ja. Dat is natuurlijk nogal wat. Ja, maar ja, wij varen maar 10 km per uur. Ben je ook aan een maximum snelheid verbonden hier in dit stuk? Ja, 12 km per uur mag je maximaal op het kanaal. Maar rond de 10 km per uur dan hebben we een veilige marge om. En hoeveel knoop is dat? Om en nabij de 5 knopen. 5, 6 knopen. Ja. Oké, scheelt het als je hebt nu lege containers, maar straks zijn ze vol en heb je misschien ook wel 50 containers bij je. Ja. Wat is dan het verschil in varen? Is dat wij 2,5 meter diep liggen. Nu liggen wij misschien een metertje. Dan lig je 2,5 meter. Hoe diep is het hier in de Gouwe? De Gouwe zelf is een kanaaldiepte, zeggen ze dat je mag varen op 2,70 meter, 2,80 meter. Dan mag je varen. Ja. En de diepte van de Gouwe is, dat is dan... Heb je een heel diep rond de 3 meter zijn. Ja, zo. Het scheelt niet veel. Vandaar dat ze het ook veilig willen houden. Oké. Wat is je grootste angst op het schip? Tussen Alphen en Gouda. Gouda en Alphen. Ja, natuurlijk is dat er wat gebeurt. En dan niet zozeer alleen met het schip. Maar met omstanders of met andere jachtjes. Ja, precies. Dat is eigenlijk de grootste angst. Is dat wij het zelf niet veroorzaken. Maar door het toedoen van andere... Oké, Julia, nou hartstikke bedankt voor jouw gastvrijheid en bedankt voor je openheid. Wij zijn echt helemaal perplex en ik hoop dat de Gouwenaar ook goed gaat kijken en dat ze begrip zullen hebben voor de binnenscheepvaart. Dat is al een hele belangrijke route van Rotterdam naar Alphen. Graag gedaan. En heel veel plezier en heel veel succes. Dank je wel, jullie ook veel succes. Oké, gaaf.